Zit uw zoon of dochter in groep 8? Dan breekt een spannende tijd aan. Aan de hand van het basisschooladvies verdiept u zich in scholen in uw omgeving. Want waar kan uw kind zijn of haar talenten het beste ontwikkelen? Welke school en welke opleiding passen het beste bij uw kind? De samenwerkende middelbare scholen in West-Friesland helpen u daar graag bij. Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, het VMBO, duurt 4 jaar. Door veel te leren en te doen, komen leerlingen in aanraking met verschillende vakgebieden. Zo kunnen ze goed bepalen welk vak zij willen gaan leren. Bij VMBO Kader en VMBO Basis volgen leerlingen beroepsgericht onderwijs, aangevuld met algemeen vormende vakken. Er is keuze uit 10 verschillende profielen. Welke profielen een school aanbiedt, is te lezen op de website van de school. Na het behalen van een diploma VMBO-kader kan een leerling doorstromen naar MBO niveau 3 of 4. Na het behalen van een diploma VMBO-basis kan een leerling doorstromen naar MBO niveau 2 en kiezen voor BOL of voor BBL. BOL is een combinatie van leren op MBO niveau 2 en stage lopen. BBL is 4 dagen werken en 1 dag leren op MBO niveau 2. Bij VMBO gemengde leerweg volgen leerlingen meestal een algemeen vormend vak minder, maar krijgen ze in plaats daarvan ook beroepsgericht onderwijs. De algemeen vormende vakken zijn van hetzelfde niveau als in de theoretische leerweg. Na het behalen van het diploma kan een leerling de opleiding vervolgen op MBO niveau 4. Bij VMBO theoretische leerweg, ook wel de MAVO genoemd, volgen leerlingen doorgaans algemeen vormende vakken en geen beroepsgericht onderwijs. Na het behalen van het diploma kan de overstap gemaakt worden naar HAVO leerjaar 4 of de opleiding worden vervolgd op MBO niveau 4. In 2024 wordt VMBO gemengde leerweg en VMBO theoretische leerweg samengevoegd tot een nieuwe leerweg waar leerlingen naast de algemeen vormende vakken ook een praktijkgericht programma volgen. Kijk voor meer informatie op westfrieslandleert.nl.